Jerry nou weer op de grond? Die is sowieso al lang koud met die stomme marshmallow erin. Is er helemaal half doorheen. Het is ook zo saai in dit dorp. Misschien ook omdat ik geen tv heb of iets. Ja, ik kan ook wel de hele dag naar een doosje appels kijken, maar dat word ik ook niet echt blij van. Maar misschien is er iemand thuis zoals Mick. Dat is mijn buurman. Het enige wat ik hoef te doen is aan te bellen. Hallo, is er iemand? Hallo, Alex. Zo, hi. Mick, wat heb jij een klein huis? Wat een klein huis? Dit is een gigantisch huis. Het is zeg maar van de buitenkant klein, maar van binnen is het heel groot. Oké, nu ben ik heel erg benieuwd hoe dit groot moet zijn. Je woont letterlijk echt maar in een huis wat 3 blokken breed is. Nee, maar dit loopt achterdoor. Kijk maar, kom maar binnen. Ik kom binnen, ik doe de deur dicht, dan wordt het niet zo koud hier binnen. Nee, je bent goed opgevoed, Alex, ik zie het al. Kijk eens aan, boom. Wow, oké, dit had ik niet verwacht. Het is best wel groot hier. Dit is bijna even groot als mijn woonkamer, misschien nog wel groter. Ja, precies, dus de volgende keer niet zo snel oordelen, Alex. En jij hebt een tv, Mick. Kunnen we bij jou tv kijken? Ik wil dat zo lang al eens doen, want ik heb geen tv zelf. Wil je de hele dag tv gaan kijken? Dat is toch niet zo leuk? Of, ja. Wat wil je dan doen? Nou ja, ik weet ook niet wat we kunnen gaan doen, maar tv kijken vind ik een beetje saai. Ik heb een idee wat we kunnen doen. We kunnen belletje lellen bij Giel. Oeh, hey, Giel pranken vind ik altijd wel leuk. Maar we moeten wel heel snel wil je trouwens, Alex, wil je niet eerst een house tour? Ik weet niet hoor, er is nog veel om te laten zien hier. Een house tour, oké, kom maar op. Kijk! Dat ik alles wel had gezien hier eigenlijk. Nee. Kijk, dit is de keuken. Ja, wat een mooie keuken. Ja, vond ik ook. Kijk, je hebt ook een kraan, zoals je ziet. Er komt niet veel water uit. Nee, maar dat, ik had nog geen water aangesloten. Wist je dat als je op jezelf woont, dat je dan water moet aansluiten? Ja, Mick, ik heb toch ook een huis. Ik woon hiernaast. Oh, nou, had je me wel even kunnen vertellen, hoor. Oh, ik wil belletje lellen. Kijk, we hebben hier ook nog een kast. Een kast? Ja, kijk, ik heb hier een tv. Ja, die had ik al gezien, maar daar mocht ik niet eens naar kijken van jou. En kijk, chocomelk. Oh, chocomelk, gadsidaddy, dat vind ik echt vies. Kom, Mick, we gaan bij Giel kijken. Oké, ik dacht, ik ben gewoon zo trots op mijn huis, oké? Ja, dat snap ik ook wel. Hij is best wel cool van binnen, maar het ziet eruit dat Giel thuis is. Jongens, wat doen jullie voor mijn deur? Oh, we moeten dit snel doen, Mick. Ik ga aanbellen. Doe nou wegrennen. Oké, ik ga al rennen. Rennen, doe kom. Oh, hij gaat ons hier nooit zien. Jongens, ik heb supergrote ramen in mijn huis. Ik heb jullie natuurlijk al lang gezien, hè? Dat snap je wel. Oh ja, waar zijn we dan? Hier, achter dit bosje, Mick, Alex. Je verstopte hier niet eens. Ja, maar hij had ons toch al gezien? Hoe slecht ben jij wel niet in belletje lellen? Ja, ik doe dit nooit, Alex, eigenlijk. Nee, dat merk ik inderdaad. Wie kan er nou niet belletje lellen? Ja, Alex, ik heb echt al jaren niet meer belletje geleld. Ik vind het ook gewoon een beetje... belletje lellen. Dat is mijn huis, Giel. Wie denk je wel niet dat je bent? Giel, dat ben ik. En ik ben de beste ooit. Daarom ben ik Giel. Als je Giel bent, dan ben je de beste ooit. Je bent sowieso niet de beste ooit. Ik ben de beste ooit. Ik ben Alex. Nee, zo werkt het niet. Giel, ben je nou zo erg vol van jezelf dat je gewoon je eerste letter op je shirt hebt gedaan? Ja, waarom is dat erg? Dat is toch mooi? Ja, maar wel een beetje egoïstisch, toch? Egoïstisch? Mick, ik vind mezelf gewoon helemaal geweldig. Dat is wat ik vind. Oh ja, jij zou echt zo'n persoon zijn die nog wel een standbeeld van zichzelf zou bouwen. Ja, waarom heb ik dat nog niet? Dan moet hier eigenlijk ergens zo'n supergroot standbeeld komen. Natuurlijk, dan ga ik gelijk verhuizen. Een standbeeld van mij komen. Nou, alleen een standbeeld van mij, anders ga ik echt hier weg hoor. Dan hoef ik hier niet meer te wonen. Wow, wacht. Wat nou? Al vechten we het uit wie een standbeeld hoort te krijgen, door dan wel een standbeeld van elkaar te maken. Van elkaar te maken? Van elkaar? Ik wil toch helemaal geen standbeeld van jou maken, Alex? Ja, maar de beste die komt dan hier te staan. Dat is toch leuk? Maar mag ik dan wel van mezelf maken? Nee, van elkaar. Oh. Van elkaar? Je moet een standbeeld van iemand anders krijgen, anders telt het niet. Zo gaat dat in de standbeeldenwereld, jongens. Echt waar. Dat is voor mij een nieuwe wereld. Dat heb ik nog nooit gehoord eigenlijk. Kunnen we niet zelf de regels gewoon bepalen van de standbeeldenwereld? Nee, dat kan niet. Je mag niet zollen met de standbeeldenwereld. En om het standbeeld te maken, moeten we door die tunnel. Komen jullie mee? Oké, dan. Nou, ik ben wel heel benieuwd waar dit naartoe gaat. Volg mij maar. Oh, daar gaan we. Ik moet Mick nabouwen. Mick's skin bestaat heel erg uit geel, zie ik al. Dus laten we er gewoon superveel verschillende kleuren geel bij pakken. Ik denk gewoon normaal geel en misschien ook een iets donkerdere kleur geel. Het zijn namelijk 2 verschillende. Ik denk alleen dat zijn schoenen net wat meer deze kleur zijn. Dus laten we maar beginnen met het maken van voetje 1 en voetje 2. Hoe groot zijn die voeten ongeveer? Oké, het lijkt erop dat ze 4 bij 4 blokken zijn. Dus dit is de grootte per voet. Alleen zitten de voeten van Mick aan elkaar elkaar vast. We moeten dit ook echt zo goed namaken. Ik heb hier verschillende kleuren wit, zoals je kan zien, om dit kleine vormpje na te maken. En dit hoort daar niet eens te staan. Oh, waarom wordt me dit zo moeilijk gemaakt met mixed skin? Oké, ik moet niet al te veel surren. Ik heb niet de moeilijkste skin ooit, denk ik. We hebben wat grijs beton nodig. En we hebben misschien wat reinforced grijs nodig. Dat is net een iets donkerdere kleur grijs. En we hebben misschien ook een iets lichtere kleur grijs nodig. Je ziet namelijk dat mixen broek van licht naar donker, naar donkerstraat. Donkerstraat, is dat een woord? Ik weet het niet, oké. Maar hier moeten we sowieso de super donkere blokken al toevoegen. Hierboven komen er wat lichtere blokken te staan. Daar komen er nog minder. Oh, oké, dit is wel een heel verschil trouwens gelijk. Oh. Hier moet nog wat tussen komen, maar wat? Een kleur grijs die lichter is dan deze, maar donkerder is dan die. Misschien deze? Ik denk dat dit er wel... Oh ja, dit past er goed tussen. Dit is perfect! Wow, dit gaat er... Oké, het ziet er nu uit alsof ik Donald Duck aan het maken ben. Het enige wat ik nog hoef toe te voegen zijn hier nog wat ogen. En oké, het is wel een hele misvormde Donald Duck dan. Maar dat zijn we niet aan het doen. Het zijn nog steeds de schoenen. Maar Mick wordt gewoon zo groot als Minecraft skin. Dat is niet normaal. En we moeten dit dan ook super mooi gaan afmaken. Dus zie je hier twee blokjes zo. En dan moet eentje zo. En eentje zo. Hetzelfde moeten we dan ook weer doen aan de andere kant. En we moeten zo meteen ook nog een achterkant maken voor Mix's skin. Oh jeetje, wat wordt het toch allemaal werk. Oké, maar zo ziet dat er ongeveer uit. Dan komen deze blokken zo door. En daartussenin komen weer deze donkerdere blokken van Mix's broek. Het lijkt niet op een broek, oké? Een skin maken in Minecraft van blokken is moeilijk. Ik moet hem precies namaken. Ik ben blij dat ik een voorbeeld naast me heb staan. Anders was dit echt onmogelijk geweest. We moeten namelijk nog twee blokken hier bovenop doen voor de hoogte van Mix's broek. En daaromheen moet al dit concrete powder weer komen. En daaromheen moet het net wat lichter worden weer. Dan denk ik dat zijn broek zo wel af is met zijn schoenen. Hoop ik dan maar. Oké, er mist nog één dingetje en dat zijn deze dingetjes hier. En dan kunnen we nu beginnen met het maken van het shirt. Waarom heeft Mick een mega bliksemschicht op zijn shirt? Alsof het aan het onweer is. Oké, we moeten het gewoon namaken. Dit is denk ik de lichte kleur geel die we gaan gebruiken. Dit wordt de onderste kleur geel. En deze is nog lichter. Wow! Oké, dit zijn de perfecte kleuren denk ik voor Mick's skin, al zie ik het zo. Dan moeten we dit eerst hier toevoegen. Er zitten zoveel verschillende kleuren in Minecraft skins altijd. Waardoor je echt heel goed moet opletten hoe wat ingedeeld is. Hier moet namelijk een iets minder lichte kleur komen. Zodat het goed op elkaar overloopt. Die komt daar en die komt daar. En we gaan later, ga ik wel die bliksemschicht erin tekenen. Voor nu moeten we gewoon het buikje van zijn shirt hebben. Dan moet dit 1, 2, 3, 4 omhoog. En dit 1, 2, 3, 4 omhoog. Oh, dit wordt zo hoog. Zitten... Oh, wow. Oké, zij bouwen ook al heel hoog. Ik wil niet te veel afkijken. Hier moeten dan weer twee blokjes zo ertussen komen. En dan nog drie lichtere. Waarom is Mick ineens zo groot? Het kan toch niet dat zijn Minecraft skin letterlijk zo groot zou zijn in het echt al zou je hem bouwen? Dan is die namelijk gewoon een reus. Hier moeten namelijk nog twee blokken op. En dit wordt de hoogte van Mick's buik. Ja, misschien dat het wel een beetje hoog is als er nog een hoofd op moet komen. Ik zit er ook een beetje te kijken zo. Maar volgens mij moeten we dit nu gewoon verder helemaal invullen met deze gele blokken. Al zie ik dit zo. Met de allergeelste blokken zeg maar. En dan moeten we daar zo meteen de bliksemschicht in gaan tekenen die Mick op zijn buik heeft staan. Zodat hij er super flashy uitziet natuurlijk. En die bliksemschicht is gelukkig maar één soort kleur wit. En hij begint bij het derde blokje daar. En dan moeten we hem nu gewoon zo omhoog laten lopen hoe die staat op zijn shirt eigenlijk. Maar wie wil er nou weer een bliksemschicht op je shirt? Je kan veel beter een shirt kopen op www.alexkleinshop.com. Dat is mijn merch. Dit moet dan zo nog komen. Dat ziet er goed uit. En dan komt hier de bliksemschicht zo. Helemaal door naar de zijkant. En dan moet hij hier zo weer omhoog gaan. En die moet daar komen te staan. Wow! Oké, het moet zeggen, het begint er nu wel steeds meer als Mix's skin uit te zien. Alleen de armen en het hoofd missen natuurlijk nog. Maar als die erop zitten, dan komen we echt heel erg in de buurt. Mick heeft groene ogen, daar lijkt het dus op. Het hoofd wordt wel een lastige, denk ik. Welke kleur is huidskleur? Weet je wat? Laten we eerst de armen erop zetten. Waarom heeft Mix's skin eigenlijk helemaal geen handen? Daar kom ik nu achter. Het ziet er zo maf uit. Hier heeft hij dan nog wel zoiets op zijn schouders zo. Maar dit is hoe Mix's armen eruit zien letterlijk. Ik kan er ook niet meer van maken. Ik kan misschien wel een vuistje toevoegen als ik wat white terracotta erbij pak. Denk ik. Ik denk dat dat wel een soort huidskleurachtig iets is. Dan kun je tenminste zien dat het letterlijk een hand is. Niet dat het nog iets anders is of zo. Misschien met zo'n blokje ertussen. Ja, dit ziet eruit als een hand. hand zo. Met een vingertje erbij. We zijn Mick's Minecraft skin gelijk ook nog eens aan het upgraden ook. Dan moeten we nu deze arm aan de andere kant ook maken. Maar dat is gelukkig heel makkelijk gebeurd. Wow, dit ziet er zoveel beter uit nu gelijk. Het begint eindelijk steeds meer op een skin te lijken. Dit wordt sowieso de beste Minecraft skin ooit. En het beste standbeeld. Veel beter dan die van Mick en Giel die zij aan het bouwen zijn, denk ik. Ik hoop niet dat ze mijn standbeeld verpesten. We moeten nu verschillende kleuren huidskleur uitzoeken. En dan dacht ik eraan dat dit wel blokken zijn die we kunnen gebruiken. Misschien iets meer oranje-achtig. Maar niet fel oranje. Misschien iets van terracotta, iets zo. Dat je hiermee die mondhoekjes een beetje kan maken, dacht ik aan. Of zo. Nee. Geen goed blok. Wat kan ik er beter voor gebruiken? Welke kleur is dit? Waarom is kleuren uitzoeken zo lastig? Misschien dat we zoiets kunnen gebruiken voor de hoekjes. Ik denk het wel. Ik denk dat dit wel een goede kleur is. Of misschien van die birch planks. Of is dat weer te licht? Dat is weer te licht. Ik denk dit. Dit is beter. Dit gaan we gebruiken, denk ik zo. En dan komt het er ongeveer zo uit te zien op zijn hoofd, denk ik dan maar. Hoeveel blokken steekt Mick zijn hoofd uit naar voor? Dat zijn er... Twee blokken naar voren moet hij. Dat betekent dat daar het eerste hoekje komt. En daar het eerste hoekje van Mick's gezicht komt. Zodat deze skin ook daadwerkelijk 3D gaat worden vanaf nu. Dit wordt zo vet. Je kan nu zien dat ik de hoekjes van het gezicht al gedaan heb. Nu moeten we de binnenkant gaan doen. De binnenkant is gelukkig het makkelijkst, denk ik, om te doen. Dit moeten we namelijk zo meteen helemaal gaan invullen eerst zo. En we hebben ook nog de kleur brown nodig. Oftewel bruin. Lijkt er namelijk op dat Mick zijn mond en zijn wenkbrauwen wel bruin zijn. Ik wil geen brown terror. Maar bruine concrete. Ja, dat ziet er goed uit, denk ik. Dat gaat er heel goed uitzien. Oh, dit gaat perfect worden. Mick's mond is hoeveel blokken breed? 2. Mijn skin heeft niet eens een mond. Oh nee, wacht eens even. Hier gaat wat fout. Oepsie. Het hoofd is een beetje apart gemaakt. Hij hoort namelijk eentje korter te worden. Zodat de mond goed in het midden past. Zo, dat ziet er goed uit. Dan heeft Mick groene ogen en wit in zijn ogen. Dus laten we die groene ogen maar even gaan toevoegen. En dat doen we met deze blokken. Hierboven zitten dan nog wenkbrauwen. Wow! Oké, het lijkt nu gelijk goed op het gezicht van Mick. Je ziet het er nu al zo goed in. Hier moet dan dit komen. Hier wordt het iets bruiner. En dan moeten we zo beginnen aan het haar. Eigenlijk nu al, denk ik. Ja. Oké, het haar. Waar gaan we dat van maken? Nog meer bruin. Nog meer bruin. Het wordt een beetje van lichtbruin naar donkerbruin. Dus laten we beginnen met de lichte stukjes. En de lichte stukjes die zitten hier een beetje boven. Zo dacht ik. En dan moeten we nu de donkerdere stukjes gaan maken. De lichte stukjes moeten eigenlijk helemaal zo. Iets donkerdere gaan dan zo. En ik weet het niet hoor. Deze kleur vind ik toch niet zo mooi. We hebben toch wat anders nodig voor de iets lichtere kleur. En daarvoor ga ik dit gebruiken. Oh, dat is perfect. En hierboven komt bruine concrete. Dit is namelijk hoe Mick zijn echte haar eruit ziet in Minecraft. En oh, wow! Oké, dit is veel vetter geworden dan ik dacht. Maken we de onderkant van zijn hoofd ook nog eventjes af. En dan heeft hij hier ook nog een stukje van zijn nek wat zichtbaar is. Het standbeeld van Mick is helemaal af. Ik heb ook de achterkant nog eventjes afgemaakt, zodat hij er super goed uitziet. Ik ben benieuwd wat de rest heeft gemaakt. Wow, Mick, wat heb jij gedaan? Ja, aanschouw het lelijkste en het mooiste standbeeld tegelijkertijd eigenlijk. Hoezo is die dan precies lelijk en hoezo precies ja, mooi? Ja, hij is gewoon heel mooi gebouwd, maar het is Giel. Ja, ja oké, daar zeg me jij nou weer? Maar, Mick, ja. Ik heb een vraagje. Ja. Jij hebt Giel gemaakt, maar er staat een M op Giel. Normaal staat er een G op Giel. Ik vind het niet normaal. Nee, maar Giel die vindt mij gewoon heel leuk. Dus ik dacht toen met Mick op zijn shirt. Hé, hey, wat is dit nou? Wow. Giel, ben je nou eens een standbeeld? Ja, jouw standbeeld. Even een kleine aanpassing aan het maken. Oké, volgens mij wat vind je ervan, Alex? Een kleine ruzie. Nee hoor, wat vind je ervan? Nou, ik vind hem wel mooi, maar het lijkt erop alsof Giel me aan het saboteren is. Kijk, hij is ook 3D. Dit is niet saboteren, dit is beter maken. Hij is 3D, hè? Oh, wow, dat is zo cool. Waarom is zijn hoofd alleen zo plat als een platvis? Ja, dat is gewoon Giel zijn hoofd. Het al een beetje uit. Dit is beter. Nee, maar dat is gewoon Giel zijn hoofd. Heb je nooit naar Giel zijn hoofd gekeken? Wow, ben ik dit? Waarom ben ik helemaal paars? Nou, gewoon omdat je vanaf nu paars bent helemaal. Ik vind het een veel betere kleur. Je had je skin eigenlijk altijd al zo moeten maken. Waarom staan mijn ogen ook zo ver uit elkaar? Ja, ik weet niet. Het is een beetje... oh, wacht. Nu zie ik wat er is fout gegaan. Ja, mijn ogen zijn echt mega ver uit elkaar. Ik kan overal heen kijken, lijkt het wel. Oh ja, zo. Dit is beter, Mick. Ja. Dit is stukken beter gelijk al. Ja, ik weet niet wat je met me hebt gedaan. En paars, dat is ook helemaal niet mijn kleur. Ik hou van blauw. Nee, dit klopt gewoon. Dit is hoe het moet. Alex, waarom heb je eigenlijk geen mond? Waarom ik geen mond heb? Gewoon... terwijl je wel heel veel praat. Daar kwam ik ook achter. Kijk, dit is beter. Nou ja, laten we doorgaan naar mijn standbeeld. En dit is het standbeeld voor Mick. Yo, die is... Oké, deze moet er sowieso in komen, ja. Deze vind ik wel het coolste. Hij is helemaal 3D gemaakt. De bliksemschicht zit erop. Het hoofd zit erop. Ik heb er wel wat bij toegevoegd, Mick. Ik kwam er namelijk achter dat jij geen handen hebt. Dus ik heb er handen bij gedaan. Alex? Ja? Kijk eens even mijn rug. Je hebt een bliksemschicht op je rug? Dat wist ik niet eens. Ja, en dat staat niet op je standbeeld, dus hij klopt niet helemaal. En wel dikke minpunten, hoor. Ja, dat zijn wel minpuntjes. Niet dat ik er geen op de achterkant heb, terwijl Giel dat wel heeft, zie ik nu, maar... wat is dat? Dat zijn ook minpunten, Mick. Je zei het net al zelf. Laat in de reacties weten welk standbeeld jij het mooist vond. En klik op een van deze twee video's, want die moet je echt gezien hebben. Waar wacht je op? Klik er nu eentje aan. Doei doei!